moment dat ik erachter kwam dat ik wilde gaan draaien was, denk ik, in 2016. Toen was ik op een feestje in Rotterdam, en op de after. Toen was ik gelijk van, ik wil de AUX. En toen had ik echt 2 uur naar de AUX. En was ik degene die muziek aan het cureren was. Er waren best wel mensen daar van, oh, wow, wat is dit nummer? En toen kwam ik echt het idee van, oké, als ik dit naar 5 mensen kan overbrengen, hoe zou het zijn als ik naar 5000 mensen dit voel kan overbrengen? Dat was voor mij echt de trigger om te gaan beginnen met draaien. En zo doende, en zo 6 jaar verder. Als ik een nummer ontdek of luister, dan moet ik weten welk jaar het uit is gekomen. En dan praat ik met iemand en zeg van, ja, dat nummer uit 1993, zeg maar. Ik ben die guy. Dus ja, dat. Ik ben Jero, 27 jaar. Ik ben DJ, ik ben programmeur. Ik woon in Amsterdam. En ik hou van lekker eten. Ik ben programmeur bij de Melkweg. Ik zie het programmeren als een soort van extensie van je eigen muzieksmaak. Als DJ draai je voornamelijk clubmuziek. Maar als je programmeur bent, kan je of DJ's boeken of je kan ook hele vette acts boeken. En gelukkig, het is een blessing, ben ik omringd door heel veel talentvolle mensen. En als je in een positie zit om ook die mensen en natuurlijk andere mensen een podium te kunnen bieden, dat vind ik gewoon best wel vet en mooi om te doen. Vroeger, als ik uitging, voordat ik ging uit, maar ik denk dat ik op verkeerde plekken uitging. Want heel vaak vond ik de muziek gewoon niet zo heel interessant, maar mijn vrienden wilden altijd naar die bepaalde plekken. Op een gegeven moment stopte ik ook met uitgaan daar naartoe, want als ik de muziek niet zo leuk vind, dan ga ik niet. Maar dat was ook mijn hele referentiekader voor uitgaan. Ik dacht, dit is uitgaan. Ik vind het saai. En toen zag ik dus Loenis. En ik vond het zo vet wat hij aan het doen was. En hoe het licht zo op hem was. En ik weet nog, als hij all black gekleed. En toen dacht ik van, wow, dit is best wel vet. En toen kwam er een soort van trigger in mijn hoofd van, dit lijkt me best wel cool om te doen. Dus voor iedereen is er wat wils. Het is gewoon even zoeken, maar soms vind je het, dat is het feit. Jo is gewoon de hardste DJ van Amsterdam. She said it. Ja. Hij is ook programmeur, dan bij de Paradiso. Dus zodoende chillen we gewoon heel vaak samen en stampen ook heel veel dingen op dezelfde wavelength. We hebben het heel veel over muziek, bijna alleen maar. Alleen maar. Zijn soms worden we moe van elkaar. Ja. De hele tijd over muziek praten. Ja. We hadden laatst geprobeerd, gingen wij het eten met een vriend van ons. Ze hebben geprobeerd om niet over muziek te praten. Dat was niet gelukt. Niet gelukt, ja. Best wel veel vrienden van me maken best wel harde muziek. En ik heb het privilege dat ze altijd naar me toe sturen. En ik het met alle liefde draai. Een soort van podium geven, dat komt dat gewoon in sets. En natuurlijk, het is een wisselwerking, maar het is ook gewoon dat ik dingen echt oprecht hard vind. Want ik ga niet, als ik iets minder vind, dan zeg ik dat ook gewoon. Want ik ga niet iets draaien wat ik niet leuk vind. Maar ik vind het extra leuk om de nummers te draaien van mensen die ik ken. En dat is dus, ja. Ook podium geven, maar ook gewoon dat het harde, echt harde muziek is, zeg maar. Vorig jaar dus Lowlands, dat was wel een soort milestone. En ik wilde mijn moeder en mijn zusje gewoon graag erbij hebben.
Zij vond het ook heel vet. Ik bedoel, ze snappen wel wat ik aan het doen ben. Zeg maar, mijn moeder heeft me ook altijd gesupport. Dus ze vindt het zelf ook heel fijn om dan haar mee te nemen en zeggen, lukt man, het gaat goed. Amsterdam zie ik net als een best wel een groot dorp. Iedereen is een soort van gelinkt met iets met elkaar. En dat er ook best wel veel mensen zijn die willing zijn om elkaar te helpen of te upliften. Dat voel ik wel steeds meer. Tenminste, ervaar ik het. Heel veel mensen kunnen heel veel toffe dingen. Dat is best wel gewoon vet om te zien en om allemaal samen op plekken te komen. Ik ben nu ook proberen ook gewoon steeds naar verschillende dingen toe te gaan en alles eigenlijk inspiratie uit te halen. En ik denk dat dan andersom, datzelfde wat je leert, geef je dan weer terug. Ik denk dat het zo een soort van yin-yang is. Ja, zo werk ik. Sorry. Ja, man.